De CQ-Pro MegaSafe is een bijzonder robuust snijgereedschap om veilig zeer zware snijtoepassingen uit te voeren. Het mesje wordt met de schuifknop uitgeschoven. Door de tweezijdige schuifknop is het mes zowel geschikt voor rechts- als voor linkshandigen. Het mesje trekt zich automatisch terug. De schuifknop houdt u tot op het eind ingedrukt. Kunststof strapbanden snijdt u het beste in een hoek van 45 graden. Zorg steeds voor voldoende tegendruk, zodat het mesje zich niet te vroeg terugtrekt. Ook bij plakband. De greep daarom een beetje schuin houden. Maar let op, plaats de andere hand nooit op het snijtraject. Insteken voor het verwijderen van flappen. Als u begint met snijden, is de veiligheidstechniek geactiveerd. Niet vergeten, snij altijd van het lichaam weg. En weer insteken. De duim blijft op de schuifknop en het mesje trekt zich terug. Op het einde veilig opbergen. Bovenaan insteken om het deksel van de doos te snijden. Als u begint met snijden, is de veiligheidstechniek geactiveerd. De duim blijft op de schuifknop en het mesje trekt zich terug. Maar toch, altijd van het lichaam wegsnijden. Ook bij het snijden van vensters geldt mesje uitschuiven. Snijden, opnieuw uitschuiven. De snijdiepte van de CQ-Pro MegaSafe bedraagt maximaal 17 mm. Een andere snijtoepassing is het schoonsnijden van rolmateriaal. Voor krachtige sneden gebruikt u ter ondersteuning ook uw andere hand. Ook vloerbedekking is geen probleem. Flexibel materiaal altijd vasthouden. Nog een voorbeeld. Rubberen matten. Op het einde trekt het mesje zich terug. Voor een splinternieuw snijvlak draait u het mesje. Mesjeswisselknop indrukken en greep opzij kantelen. Schuifknop naar voren en ingedrukt houden, zodat het transparante afdekplaatje naar boven wijst. Let op, het snijvlak niet aanraken, maar het mesje aan de stompe kant vastpakken. Mesje eruit halen, draaien en weer precies op de nokken plaatsen. Schuifknop langzaam terugschuiven en wisselknop sluiten. Testen. Als beide snijvlakken versleten zijn, vervangt u het mesje. En opnieuw, mesjeswisselknop indrukken, schuifknop naar voren, transparant afdekplaatje naar boven, mesje eruit halen. Vervang het mesje steeds tijdig en gooi het daarna meteen in de verzameldoos. Gebruik alleen martormesjes als vervanging. Schuifknop naar voren zodat de houder opent en het mesje precies op de nok leggen. Greep sluiten en testen.
Voor het schoonmaken verwijdert u het mesje en legt u dit veilig weg. Afkloppen en schoonblazen om het meeste vuil te verwijderen. Maar de greep niet voor reiniging of andere doeleinden losdraaien. Mesje terugplaatsen en schuifknop langzaam terugschuiven. Wisselknop sluiten en testen. Gebruik ook onze andere media, zoals onze veiligheidsposter. En neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht.